Sander, leuk dat je er bent. Ik ben Tijas. En ik ben Luc. En dit is Fraxinus Gaming. Zeker. We zijn weer terug met FIFA Volta. Zeker, zeker. 4-4. Geen keeper. Nee. Geen regels. Ook niet. Ook niet. En dit is de eerste wedstrijd van ronde 3. Ja, onze derde pot tegen elkaar. Yes. En dan de eerste wedstrijd van de derde ronde. Gaan we doen. Ronde 1 ging naar mij, ronde 2 naar jou. Ja, dus we gaan kijken waar het nu heen gaat. Ja, precies. Ja, dat is heel belangrijk. Laten wij teams gaan kiezen en dan ga ik de camera overschakelen en dan gaan we beginnen. We zijn zo bij u terug. Alright, de eerste wedstrijd spelen we in Kaapstad. Zeker, ik ben Sparta, maar dan wel de Praagse versie. En ik ben Kunkumjo Komboyo. Uit Chili. 4-4. Het is zo oneerlijk verdeeld. We doen trouwens gewoon 3 keer op kruisje drukken. Dat is random kiezen. Randomizer. En dan zo kiezen we onze teams. En daar hangt de 1-0 al. Oh nee, toch niet. Wat vervelend, hè. Oh. Lekker over de grond. Alright. Go. Nee. Dit doen we niet. Waarom speel je die kant op? Hij kom op. Nog om zijn schoenen zitten. Schieten. Jongen. Maar die schoten op het doel, die zijn ook zo raar af en toe. Ja, maar dat doel is ook zo klein. Waarom doe je dat? Dobri den, Jak Jemaj. Dat is een klein beetje Tsjechisch wat ik spreek. Waarom? Omdat ze uit Praag komen. Ah ja. Nee, niet doen. Ach. Dobberen. Wat een goede goal. Oké, hier staan in ieder geval één achter. Dat is jammer, dat was niet de bedoeling. De eerste had er al in gemogen, hoor. Ja. Gast te verdienen weet ik hoeveel. Ik kan nog niet een balletje in de goal schoppen. Het is toch wat. Ik weet niet of mijn Chilenen net zoveel verdienen als jouw Tsjechen. 8 pepers per dag. Pesos. Ja. Oh, jongen, hij heeft weer te veel aan pivo gezeten. Och, waarom schiet je die er niet in? Kom op, mijn Tsjechjes, super Tsjechen. Oh, zo jammer dit. De Modeste CCTV nummer 112, die legt het hartstikke mooi vast. Weer een puntverlies. Doet hij goed. Weer een punt. Ik denk dat je ten onder gaat als Chileense mijnwerkers. Jongens. En je weet, hè, je hebt de vorige uitzending zelf gezegd, bij 10-0 drukken we dat ding uit. Ja. Dan is het afgelopen, dan doen we het niet meer. Dat is wel de ultieme vernedering. Maar dat gaan we niet doen, natuurlijk. Ho. Hoppakee. 1. Ik sta nog steeds achter, hoor, daar niet van. Maar, Dat is wel jammer. Maar die gasten van mij kunnen echt niks, hoor. Ik zweer het je. Nee, die van mij wel, wou je zeggen. Nou ja, weet ik niet. Ik speel er niet meer. Hup. Lekker super. Jongen. Ze kunnen je niet eens tackelen, Luc. What the fuck? Hij is een Tsjech als Petter, hoor. Kom op, man. Weer die camera 112, hè? Ja, die is goed bezig. Ik heb afspraken met dat ding gemaakt. Ja, echt, hè? Nee. Hij is de master vandaag. De mastercam. Hoppa. Hoppa. Zo, doe eens normaal. Boom! Dat kunnen ze voor mij niet, hoor, denk ik. Weet ik niet, moet je proberen. Ik ga het proberen. Gaan we doen. Hup. Oh, kom op, doe wat ik wil. Dans dan. Hoppakee. Stomme Tsjech. Schop hem. Allemaal op schap. Daar gaat hij. Thomas Rosicki. Ja. Oh. Speelt voorbij 3 man ook die ervoor staan. Steken allemaal geen poot uit. Misschien moeten we die Chilenen meer gaan betalen. Ja, misschien. Misschien. Wel. Misschien hoor. Zullen we het verhogen naar 11 pesos? Ja. 11 pesos en 3 bonen. 2 kippen. Dat mag niet. Hop. Oh. Hoe krijg je dat voor elkaar, maat? Oh, ik ben blij dat hij tegenhield. Daar wordt hij s'nachts nog wel van wakker, hoor. Dan van die kans dat hij denkt, oeh. Ik denk dat mijn Chilenen er ook nog wel van wakker hadden gelegen als hij er wel in was gegaan. Jongen. Tuurlijk niet. Die Chilenen moeten gewoon na deze wedstrijd weer werken. Dan mij niet, huppen. Kom op. Moet ook geld verdiend worden. Als we nu niet geflekt worden voor discriminatie, weet ik dat ook niet meer. Ja. Oh shit. Allemaal bliep. Waarom sta je die bal af? Dat was niet de bedoeling. Nee, dat is zeker niet waar. Oh, jongens. Schop hem.
Haal hem onderuit, haal hem onderuit. Hier, daar gaan we. Of ga jij? Doe het normaal. Oké, de laatste 6 seconden nog heel een doelpuntje gemaakt. Niet dat het veel uitblijft, want we staan nog steeds 4 punten fucking achter. Ja, maar 1 goal net voor rust, dat is wel mentaal hoor. Dat doet wat met je. Ja. Hier, Maximilio Lugo. Oh. Dat was de master van de wedstrijd vandaag. 1-1. Oh, nee, niet 1-1. Sorry. Wat roep jij 1-1? 6-2, gast. 6. Hier, daar staat het. 6-2. Ik wou nog zeggen 1 seconde, maar dat ging even een beetje de verkeerde kant op. Oké, koffie. Koffie. Dan. En we gaan weer beginnen. De tweede helft. De tweede helft. Diaz trapt af. Jazeker. En we gaan ervoor. Hoppakee. Ik denk dat ik wel wat aanvallender kan gaan spelen. Goal ik denk dat ik wel wat verdediger. Doe niet! Schop hem onderuit! Kom hier met die bal. Lopen, rennen. Niet lopen, rennen. Hoppakee. Oh. Open doel, lekker gedaan. Ik zei het je toch, die ene voorrust is mentaal. Dat heb je nog. Nicolas Bernardo. Zo, nee, daar gaan ze weer. Ik ben het helemaal kwijt. Hoppakee. Ho. Ho. Lekker, lekker. Ja, die koffie deed me goed. Komt hij dan toch dichtbij? Hop. Wat een goal zeg. Weer die camera 112, hè? 112. Ja, daar mogen alleen de goals vallen. Volgens mij Ruben Vragran. Volgens mij matchfixen. Oh, nee. Show me die replay. Zo. Kijk hem gaan. Ik word echt vervelend van dit spel. Geen replay. Nee, ze was veel te lelijk voor een replay, joh. Dat doe je toch niet? Jongen, jongen. Hoppa! Oh. Even het gevoel geven dat je het kan en dat je terug kan komen. Even het gevoel geven. Ja. En dan, sorry voor die microfoon. En daarna door. Bam! Oh, net niet. Oeh, lekker, lekker. Lekker, lekker. Steef op je schaar. 6-7. Nee, ik val je niet. Weer die camera 112. Ja. Wat een alleen apparaat. Gescoord, echt, wat een goed apparaat. Ik wil hem ook. De kop op bol.com. Weer die Ruben Varan. Had. Nee. 7-7. Nee. Lekker. Nee, ik heb ze extra chili gegeven in de pauze. Wauw. Wauw. lekker dit. Wauw. Oh, hier, nog een keer. Yeah. Sta je nou voor? Ja, man. Wauw. Oké, speelkwartier is over. Opletten hoe ik dit deed. Speelkwartier is over, Tias. Klaar. Nu ben ik boos. Oh, nu al. Nou word ik geïrriteerd. En dan moeten we nog 3 potjes. Zo, wat schreef jij? Schreef, jongen. Als je net zo schrijft als je schiet, dan ga je nooit een handtekening moeten zetten, jongen. Jongen. Wacht even. Staat hij weer gelijk. Zo. Steenpapier schaar. Je gaat verliezen, want dat is de game. Holy. Maar, oh. Ja. Deze camera heeft geen nummer, hè. Nou, jammer. Die gasten kunnen morgen echt een straftraining verwachten, hè. Wat een niveau, jongens. Hey, wat? What the fuck? Ja. Hoppa. Oh, ik heb te vroeg gepiekt. Te vroeg. Ja. Te vroeg gepiekt. Jammer dit. Ik ga gewoon constant door met goals maken. Jij piekt een keer. Hangen. Kerel. Show, wat scheef. Waarom schop je hem daarheen? Daar stond toch niemand? Gast, laat me dat ding. Zo, via de muur. Lekker hoor. Nee, doe het niet. Rustig aan maar. Oh. Kijk naar uit. Doe dan! Waarom schiet je er niet gewoon in? Colere. Ik word veel agressiever van dit spel dan dat ik had gehoopt eigenlijk. Pavlic. Nee, agressief. Godver. Nee, niks good finish. Jawel. Ik was bezig met een good finish. Ja, je zou me finishen. Maar. Ja. Hoe kan dit ook camera 112 zijn? Dat klopt niet. Ja, dat weet camera 112 hangt aan de andere kant. Dit is straks wordt het. Dit is camera fixing. Ja, net als match fixing. 60 seconds left. We gaan er nog 2 maken. Hier komt 1. Damn. Fuck. Ik hoop dat ik zo meteen random. Waarom druk je dit weg? Sorry, excuses voor de kijkers. Ik was zo gretig. Ja.
gaat allemaal van de tijd af, hè. Ik wilde nog twee maanden. Oh, doe eens normaal. Nee, dat gaat niet van de tijd af. Dat geeft gewoon... Wat de fuck loop jij raar? Hoppakee. Jemig. Door je poot heen. Hoe krijg je dat voor elkaar, joh? Doe eens normaal, joh. Doet hij even, hè. Houd dan gewoon je voet aan de grond, gekje. Weer die Varan. Ja. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Oh. Nee, toch? Hoezo doe je dat vast? Kills! Ah! Hoe dan? Cheeky echt op die laatste 10 seconden echt, hè? Ja. Echt 9 seconden voor het is eind. Is het dan toch nog gelukt? Het was al gelukt op zich. Pavlic. Ja, nee, ik wou er nog 2 maken. Ik had er 1 gedaan, dus dat... Oh, nee. Nee, doe het niet. Oh, ja! Wow. Lekker, lekker. Wat veel goals is gewonnen, man. Ja, man. Zo. 23 goals totaal. Is maar het is nog niet afgelopen. Het is nog niet klaar. Nee, er komen er nog 2 van mij, dan is het afgelopen. Zo'n grote mond. En dan 9 seconden, dan er nog 2 maken. Ook. Nee, eentje moet wel lukken. Stop! Nee! Ja! Hoe dan? Kom op. Wat? Ik heb je in eerdere afleveringen gezegd, je moet me niet boos maken. Dat gewoon, dan word ik echt heel boos. Oh, that's it. Eerste ronde, eerste wedstrijd van deze derde ronde. Waar gaan we nu op uitkomen? Waar gaan we nu op uitkomen? We gaan het zien. We gaan even random weer 2 nieuwe teams kiezen. Ja. En dan zijn we zo bij terug. Voor de tweede wedstrijd. Tot zo. In deze derde ronde. Alright, en deze tweede wedstrijd in de derde ronde van Thias versus Luc spelen we op de parkeerplaats. Zeker, en ik ben Leicester City en jij bent de natie ben, Canada. Jawel, jij één clubje en ik een hele natie achter mij. Ja, maar deze hebben meer fans als Canada. Dat weet ik zeker. Kijk ze gaan, allemaal Canadezen. Dit is een uit PSV, nummer 13. Oh. En daar gaan we. Alright. George Ndidi. Een of andere guy. George Ndidi. Een of andere guy. En Vardy. Oh. Dat ging snel. Dit ging snel. Ik zei nog precies wat ik ging doen. Dat is wel arrogant, hè? Ja, eigenlijk wel. Ik zou het proberen maar, te houden. Deze dat geeft niet, hoor. Ik weet hoe je bent. Ik ken je langer dan vandaag. Ja. Oké, daar gaan we dan. What the fuck? Hier, ga erbij liggen. Hij is weer terug met het schoppen. Hij weet weer waar het knopje zit. Huh? Oi! Waarom schiet je hem die kant op? En waarom ren je er niet achteraan? Waarom deed hij dat zo traag? Oh, wat een zieke paas. Ja toch, zo ben ik. Waarom schiet je helemaal daarin, ouwe? Dat goal dat was al halverwege. Oi! Wel mooi vanuit de stuiter. Oh, niet! Ja. Ah. Hij switcht ook automatisch van poppetje. Dat is irritant. Wel. Kan je uitzetten volgens mij, maar dan is het nog veel lastiger. Er staat toch al 2-0 heel gauw. Ik heb ook echt een rukteam, jongen. Ja, dat is wel echt waar. Ik kan ook geen één goede Canadese voetballer opnoemen. Ja, Davies, die back, maar voor de rest. Good effort. Good effort, ja. Ja, daar doen ze het voor. Een fucking anticipatie award. Ja. Oh. Gloeiende! Schiet dan gewoon op dat doel. Oei. Hutchinson, doet hij het dan? Nee, toch niet? Echt. Oké, kom op. Rach hem onderuit. Oh, je zit er steeds tussen. Ja, dat is de bedoeling, toch? Nee. Je moet mij gewoon mijn gang laten gaan. Ai! Goal was gewoon leeg. En je doet er niks mee. Kom op! Dad, bro. Yeah, kom op. Oi! Hoi, mate. Kom op! Oh. Schiet hem er dan in!
Dude, waar word je voor betaald, ouwe? Nou, hier niet voor, denk ik. Oh. Jongen, jongen. Dat kan jongen, ik niet, jongen. Hoor. Zo'n salto. Ik ook niet. Oké. Oké. Let's go. Je hebt nog een minuut. Echt? Ja. Jongens, ik wil niet die kant... Ah. Zo. Jongen, 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 jongen. Nou, dat ging wel heel snel voorbij. Zo. Maar is het teamverschil dan zo groot? Ja. Ik denk het ook, ja. Jongen, ik kom niet boven de 70 uit met mijn mannetjes. Ja, dat is waar. En ik heb gasten van 80. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee joh, straks heb ik pech en dan verlies ik hem dik. Ja, dat denk je? Het kan maar zo. Ik denk dat omdat jij zometeen deze pot hebt gewonnen, dan maakt het niet meer uit. Voor de winst van de ronde. Dat is waar. Oh! Ren dan! Hey. Hoi! Jongen, jongen, weer net jongen. Voor rust, hè? Dat is ik heb weer één doeltje gemaakt. Ja, maar Abita. Oh, maar die net voor rust, die zijn mentaal. Dat breekt me elke keer weer. Ja, dat zag je net ook. Tijd voor koffie. Meer koffie. Heel veel meer koffie. Zo, we zijn zo bij terug. Ja. Alright, en de tweede helft. Ik mag aftrappen. Yes. Ik hoop dat die koffie een beetje gewerkt heeft. Ik hoop want dat die Canadezen die spelen tot nu toe echt ruk. Ja, klopt. Okay. Zo. Dat is toch... Dat mag toch niet? Jawel, alles mag. Oh ja. Hehe. Zo. Kijk. Er gebeurt toch? Let's go Canada! Vorige pot zagen we dit ook. Ja, zonde. Ja. Welke vorige pot? Zo. Oké, aftrap. Daar gaan we. Ik heb geen idee meer. 4-2. Die controller die reageert voor geen fucking kut meter meer. Nee joh, nee joh. Hoppakee. Oh. 3-4. Zo. Dit is toch klasse afgemaakt, hè? Zeker. Eerst een paasje op jezelf via de muur. Kom op, dan gaan we, dan gaan we. Hoppakee, ga erbij liggen. Oh, dan, hoek je er eentje onderuit en dan vervolgens doe je er niks mee. Ja, nou maak je hem toch af. Ja. Ik ben bang geworden van die ene goal naar rust. Voor rust, ja. En terecht. Wauw. Oké. Mijn middenveld ligt open, jongen. Dat is niet normaal. Heel bijzonder dit allemaal. Oké, Davies, doe het nog een keer. Hop. Trap hem op zijn muil. Nee. Gloeiende. Oh. Toe dan. Oh, ja. Oh. Ik moest wel. Ja, dat dacht ik al. Ik kwam te dichtbij. Oh. En dan gaan we door. Oh, kom op! Schop hem op z'n muil. Zo, schoppen jij, jongen. Maar dat mag allemaal. Ja, dat is ook het enige wat ik kan in dit spel. Gewoon hard schoppen en hopen dat ik iemand doodsla. Zo. Ja, echt. Maar jij hebt mij soms al wel eens onderuit gekegeld, jongen. Zo, en terecht. Nee. Zeer onterecht. Hop. Gloeiende. Oh, daar schoot ik hem bijna zelf erin over. Ai. Dus waarom speel je naar hem over en niet gewoon naar diegene waar ik op richt? Kom op! Ai. Kom op! Schiet hem erin! Ai. Oh, Jamie, ouwe maat, vriend. Wat doe ik? Hey! Hoppakee. 5-5. Het blijft spannend. Ik geef gewoon de assist bij de 5-5. Dat is toch verschrikkelijk. Dat is toch verschrikkelijk. Hier, kijk hem gewoon. Kijk hem gewoon. Die twee mannen lopen er ook rustig voorbij. Ja, echt hè. Laat maar even kijken, hè. Ja, lekker boeien. Ik ga lekker lopen. Even een broodje worst halen. Hoi, ik heb me soms sausage meat. Ik wil een worstje op mijn broodje. Eén keer is breakfast om 6:00 s'avonds. What an opportunity. You missed it. En gaan. Ah, jongen, jochie. Hoppa, liggen jij. Oh, knuffel. Hoppakee, en hij staat voor. Het moet wel spannend blijven, Luc. Nee, ik kan niet nu al deze ronde helemaal verliezen.
Dat kan niet. Zo. Die ene goal voor rust heeft me genekt. Ik zeg het toch, dat is een mentale. Dat gebeurt altijd. Aan de andere kant, de ronde is nog niet afgelopen. Oeh. Het was in SWL. 6-6, kan niet. Yes. Kijk hem aan. Doe de worm. Doe de worm. Wop, wop. Wop, wop, wop. Oei. Daar gaan we. Ik wil gewoon zo'n goal maken. Waarom doet hij dat niet? Ja, waarom moet je ook weer moeilijk doen? Dat vind ik leuk, oké? It's my life. It's trick shots. Op kot doe ik alleen maar 360 no-scope, weet je wel. Oh, kom op. Kom op, kom op, kom op. Ik wil dit gewoon winnen. Waarom deed ik met controle niks meer? Wat is dit? Oh, god. Nee! Laat me goal maken! moeten we weer die final goal, hè? Ja, 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 maar dat is spannend. Death. Wat heeft die man toch een mooie avond. Oké, degene volgende... die als eerst scoort heeft gewonnen. Precies. Jij mag weer aftrappen. Ik mag de aftrappen, natuurlijk. En dan gaan we meteen voor de goal. Ai. Waarom schiet je hem die kant op? Er staat iemand ervoor. Kom op, kom op, kom op. Zo, zo. Ah, oh, maak hem dan af! Kom op! Trick hem. Oh! Dat was lekker mis. Het doet al pijn genoeg als je dat niet zegt. Ai! Nee! Kom op! Waarom doet hij dat niet? Oh, lekker! Een longshot, die hadden we lang nog niet meer gezien. Oh, dan wordt het toch nog een spannende ronde, Luc. Ja, ja. Het is nu 1-1 qua wedstrijden. Het volgende potje is beslissend. Ja, ja, zeker. Of we een nieuwe tv van Luc krijgen of dat ik zelf een nieuwe tv moet kopen. Ik denk dat ik mijn controller uit raam gooi. Alright, en de derde en laatste ronde spelen we in Londen. Zeker, ik speel met Corona FC en Tias is Fiorentina uit Italië. Fiorentina, Italia. Oei. Nee, dat is... Ik hoop niet dat ze allemaal ziek zijn, want dan een probleem. dat mag niet. Foei. Knip. Nee, we knippen niet. Nee. Doen we niet aan. Nou, daar gaan we weer. Alright. De kap is genomen. Corona FC en Fiorentina FC zijn best wel gelijkwaardige teams. Op zich. Dus dat is wel chill. En de eerste schot op doel is voor mij. Ja, maar nu komt hij van... Oh, wat een overtreding. Maar dat mag allemaal. Wat een sliding. Hoppakee. Oh, ja, dan sta je toch al gauw achter. Italia numero uno, si. Capisce. Wie is het? Wie maakte die mooie goal? Ik zat er nog goed bij, hoor. Ja, maar ik trapte hem zo overheen. Pop. Ja, dat is vervelend. Het was Erik. Pulgar. Pulgar. Hoppakee, ga erbij liggen. Hop. Hop. Die gasten van mij zijn traag, hè? Dat is niet normaal. Ja, dat heb je soms. Ik denk dat ik nog van hun win in de sprint doe. Dat wil wat zeggen. Oh, zo. 1-1. Kom tussen de pootjes door. Was het tussen de pootjes door? Volgens mij wel. We gaan kijk hem gewoon. Kijk hem gewoon. Camera 041. Ja, tussen de beentjes door. Ja. Helemaal, je zag het. Het is 2:30. Mooie tijd om een potje te voetballen natuurlijk. Back on the way, London. Back on the way, London, man. Daar gaan we schieten. Oei. Ja, ik schiet hem op zijn voetjes. Het is wel mooi op neutraal terrein. Spanje en Italië en dan spelen in Londen. Dat is wel eerlijk. Denk je? Ja, denk je het wel. Oh, nee. Oh, nee, 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 nee. Hoppakee. 2-1. Of 1-2, hoe je maar wil. Zeker. Goed gedaan. Dank je wel, Luc. Juichen. Dank je wel, dank je wel. Show die abs. Show die abs. Ja, dat moet je ook echt herhalen, want het was zo geweldig. Sowieso weer Erik, hè? Erik. Erik, goed bezig, jongen. Erik is de man. Ons Erik, weten we wel. Witte we. Ons Erik. Nou. Die speelt nu bij de Spaghetti Club. Oh, 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 oh.
Ik blokte hem met mijn lichaam en toen schopte jij hem erin. Wat jammer. Kijk eens iemand nog een keer hoe ik... Oh, sorry. Je drukte het weg. Jammer. Sorry, maar dat is zo automatisme van online spelen, zeg maar. Ja, maar we spelen niet online. Nee, dat is een soort van. Maar. Ik speel altijd fut, weet je wel. Oh. Je speelt prut, dat bedoel je. Ja, dat ook. jongen, klopt. Nee, doe het niet! Oh, lekker. Wat was dat? Hoorde je dat? Weet ik niet. ik was helemaal geconcentreerd op die bal de corner in stroppen eigenlijk. Oh. En waarom? Geen idee! Hey, ik ken echt geen één van deze spelers, hè. En ik ken echt heel veel spelers op FIFA. Ja, ken je ze allemaal? Nee, allemaal niet. Maar ik herkende wel heel veel. Ja? Maar... Ik bedoel, gewoon persoonlijk, zeg maar. Je belt ja, ze. Ja. App-contact regelmatig. Krabbelen heel vaak nog op huis. Ja, dat is lastig. Hij is maar sommige tijden online op MSN, weet je wel. Ja. Oh, MSN, jongen, dat is lang. Even geleden. Lekker een bussetje sturen, weet je wel. Van, ben je nog wakker? Die winks. Ja, toch. Oh, je moet de bal niet laten liggen, vriend. Komt-ie, hop. Oh, waarom paas ik hem zo in? Waarom doe ik dat zo? Wat is hier aan de hand? Hey, hoppa. Doe hem nog eventjes in die laatste seconde, want dat vindt Luc zo fijn. So. Hoppakee. Dit is de allerbeslissende pot, hè. Waarom zit ik zo te kloten? Ga eens voetballen. Kom op, man. De camera aan 41. In Westbro. Je weet toch. Westbro. Westbro. Zo, wat een slechte paas. Volgens mij denken die Spanjaarden van mij van goals maken. Manjana. Manjana. Oh, hey! 4-2. Lekker voor rust. Hoppakee. Kijk. Voor en na rust zijn jouw momenten. Ja. Dan piek je even. Dan wel, ja. En dan vlak voor de wedstrijd kom je weer terug en denk ik... kakker. Peaky blinder. Ho, daar gaan we. Huppa. Oh. Kom op. Nog net eventjes. Doet hij even. Oh, dat was echt op de laatste seconde. Ja, is nu rust. Ik hoop dat het je goed heeft gedaan. Ik vind het een intense pot. Ik weet niet hoe het aan jou ligt. Ik heb meer koffie nodig. Ja, koffie halen. Sowieso. En de laatste helft in deze derde ronde. Alles beslissend. Wie nu onderuit gaat, gaat volledig onderuit. Sowieso. In ieder geval voor deze episode. Oh nee, en dan meteen 5-3, lekker bezig. Nou moet ik er 2 maken, dan wordt het toch wel een lastige opgave. Het is toch dat paars, denk ik, dat het een doet. Ja. Federico. Hoppakee. Ze gooit gewoon random iemand onderuit. Maakt niet uit. Zoals ze bij ons in de kelderklas altijd zagen. Golen maken. Dat is het enige wat je moet. Pasen, schieten. Hup. Oh. Come on. Dwars door het midden. Ik moet meer focussen. Dan waarom druk je hem weer weg? Dat is toch zo jammer. Maar dat is gewoon ook frustratie. Hoppakee. Alsjeblieft. Nou laat ik hem wel afspelen. Het spijt me oprecht voor alle kijkers die het nog een keer willen zien. Ja, jongens. Ik kan er niks aan doen. Kijk hoe mooi. Door de beentjes heen ook. Ja. Wauw. Lekker, hè? Wauw. Lekker. Oké. Okay. Doe je goed. Weer Federico. Chiesa. Laten we gaan. Let's go. Benga. Oh, waarom doe ik dan ook zo'n dom trucje op het middenveld? Weet ik niet. Nou moet ik er 3 maken. Dat is meer dan 2. Zo. Weer die Chiesa. Elke keer weer hij, hè? Ah. Nee, joh. Als Federico er niet was, jongen, dan was ik al lang verloren. Ja. Hoppakee, lange afstand. Doet hij weer. Hoppakee. Alles is in jouw voordeel vandaag. Nou, we hebben een paar rondjes ingespeeld. Daar zouden we het niet meer over hebben. Dat zou de doofpot in gaan. Ja. Nou, weer Federico. Lekker bezig. Goed bezig. Die heeft zijn loon wel verdiend, deze uitzending. Deze pot. Deze maand. Op. Ik denk dat ik het bedrag wat hun verdienen ook wel wil verdienen in 3 minuten. Ik ook. Oh, ja. Zo, jongens, dit is niet het moment om te verzwakken. Daar gaan ze. Zo, wat schiet jij scheef, maat? 2 keer ook. Wauw. Zo, wat een paas. Doe eens normaal. Boom! Mis. Loser. Ding de muur. Nou, kom op, ga.
Oh, dat was een mooi. Op. Dat was een mooi 1-2'tje. Ja, we hebben nog. Tak. We hebben nog anderhalf minuut. Ah, het kan nog. Alles is mogelijk, wou ik zeggen. Nou, en bedankt. Wat een commentator. Oh, Luc. Come on. Gaat hij nog terugkomen? Het moet altijd eerst even boos worden. Hij doet wel zijn best. Je doet je best. Hé, kijk. Hij heeft zijn camera eindelijk gedraaid. Wat vet. Damn. Fuck VVS. Werd tijd. Word je tijd, jongens. Ja, ik heb even met hem gesproken in de rust, weet je wel. Ja. Doe het nou zo. Dat is beter. Ik heb niet met mijn mannen gesproken. Anders hadden ze al die doelpunten wel niet tegengelaten. Nou, kom op. Jongen, wat een slechte paas, zeg. Dit is echt het inzicht van een koe, hè. Pasen, schieten, kom op. Jongen, heb je X-benen of zo? Wat is je probleem, joh? Skop hem neer. Op de vloer. Ja, oh, ik moet me echt inhouden, joh. Go! Trapte hem op zijn teen. Ja! Oh! Kom op! Hé, hey, nu had ik geen eens geklaard. Krijgen we geen herhaling? Scoor ik een keer? Bij hem heb je 8 keer herhaling. Scoor ik een keer? We gaan gewoon. Ik weet niet, Dan niet. Dan gaat hij nog een keer. Hé, hey, commentator, even rustig, hè, neef? Oh! Dat kwam het staat weer gelijk ook. Ja, dat kwam het door mij? Ja, jij... Wacht. Nee, dit gaan we bekijken. Herhaling. Far. Ja. Wat? Gun ons die herhaling. Ja. Ja, je hebt er vaak op doordrukken gedrukt. Dan denkt FIFA ook van, laat maar zitten dan. Ja. Doe mijn best jij niet. Jij wil het niet zien, jij gaat het niet zien. Ik doe mijn best niet eens meer om het te doen. Maar hier komt de winnende aan, Tias. Waar? Hier. Oké. Daar? Oh! Nee! Nee, joh! Op zo'n moment mis je hem. Je bent zo lijp. Oi! 2 keer! Ah! Oh. Zo, die krijgt geen loon deze week. Jongen. Ah, nu wordt het weer zo'n beslissend doelpunt. Dit doelpunt is... Dit is het doelpunt van de hele battle. De hele match. Dit is een 3-punt doelpunt. Dit is... Oh, oké. Volle concentratie. Niet mooi willen scoren. Gewoon klinisch afmaken. Kom op, jongens. We kunnen het. Kom op! Ah. Zo. Nee, doe het niet. Ik verlies. I verlies. Nee! Nee! Oh. Nee! Jongen, hoe kan dat? Oh, elk... lichaamdeel van mij is nu hellig, jongen. Oh ja! Kom op! Oh, lekker, Luc, lekker. Lekker. En dat was het voor deze keer. Luc heeft gewonnen. Wil je dat we vaker FIFA Volta gaan spelen? Laat het weten in de comments. Laat een like achter voor deze video. Deel het met je vrienden, want dat is ook heel belangrijk. En dan zeggen wij bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Fractionist Gaming. Ciao. Later. Doe je klikken. Klik. Hier staan allemaal vakjes. Ik heb Volgens mij is deze. Deze. Dat is abonneren. Nee, die? Nee, die daar moet je zeggen. Die? Nee, of daar. Misschien is het die. Nee, dat is maar buiten. Misschien staat het wel over ons heen. Zo'n klein balkje over ons heen.